Met betrekking tot de kwestie van mevrouw Assawini, mevrouw Regita Edenburg, zegt meneer Ronnie Assamira, fractieleider van de BEP, dat er tot dusver geen duidelijkheid is met betrekking tot wat er zich werkelijk heeft afgespeeld. Volgens meneer Assamira zouden er sancties moeten volgen tegenover de minister van Justitie en Politie over de gang van zaken. Wij voeren u terug naar het gesprek met meneer Assamira. Alsof dat niet genoeg is, hebben we een situatie van het districtsgenoot, mevrouw Assawini. En we zien een totale, enerzijds een Babylonische spraakverwarring, maar belangrijker is, een anomie houding wordt aan de dag gelegd. Want recentelijk heeft het Openbaar Ministerie gezegd, mij treft geen enkel belang. Het is des en minister van Juspol die binnen de mogelijkheden en beperkingen heeft gehandeld. En men zegt niet, het Openbaar Ministerie kan ook zeggen, minister, je hebt fout gehandeld. Dat heeft men niet gezegd. Ja, de minister van Bibis, ja, die zegt van de president, had nog inspraak, nog uitspraak. De president is niet betrokken, de president weet er niks van. Sterker nog, de VP gaat naar de gevangenis, bezoekt die mevrouw Assawini en geeft aan haar door als we... De informatie van mevrouw Assawini mogen geloven, daarop afgaan, zegt de VP, anomere, mino sabi, mino deni. Eén regering, meerdere talen. En zo maar de man weer aan blakka jakti gi, juist Paul minister nono weer aan blakka jakti. Toch? De man weer aan blakka jakti gi, maar dus we zijn benieuwd wat daarover vandaag gezegd zal worden in het parlement. Want alsof dat niet genoeg is, zien wij dat de minister, dat de president, de gewezen en de procureur-generaal, als ik mij niet vergis, toch, nu aanwijst, een concrete opdracht geeft om te onderzoeken wat fout is gegaan. En ik weet niet wat de bedoeling is. Want de president geeft niet aan, want het gaat niet zozeer om het benoemen. Het gaat erom, wat wil je ermee? Wat beoog je ermee? En dat is tot nu toe, vanaf niet uit de verf gekomen. En zo wordt een land niet bestuurd. Wat we moeten weten, als er een regering is, dan is er iets dat we niet over het hoofd moeten zien. Elke regering die aanzet moet dat weten. Het is één team. Het is een collectieve verantwoordelijkheid. Het is niet iets van zorvinga of een anomie houding aan de dag leggen. Dat is in strijd met behoorlijk bestuur. Dat is in strijd met integer beleid. En dat kan niet. En we hopen of we kijken uit wat het vandaag wordt. Met betrekking tot minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie. Ook de ambassadeur van Nederland heeft een uitspraak gedaan dat er in feite geen communicatie was tussen het ministerie en de ambassade over de kwestie van mevrouw Assawini. Zou in dit geval de minister eigenlijk zijn portefeuille moeten indienen? Maar dat is het toch. Dus we merken dat iedereen een anomie houding aan de dag legt. De VP is superieur van de minister. De president is superieur van de minister. Het kan niet zo zijn dat de VP naar dat persoon gaat, betrokkenen, en aangeeft anomie, mino sabere, mino deni. Het kan niet zo zijn dat de minister van Bibis, ja, het standpunt van de president verwoordt, zonder dat we weten wat het standpunt is. En er komt nog geen standpunt. We zien dat de president op zijn beurt iemand aanwijst om te gaan onderzoeken. Terwijl de president elk moment van de dag de minister van Juspol kan ontbieden. Toch? En kom en leg me uit wat er aan de hand is. En op basis daarvan een besluit moeten nemen. Want regeren staat en valt met het maken van keuze en het nemen van besluiten. Je moet keuze maken en je moet in staat zijn en bereid zijn om besluiten te nemen. Maar we zien een regering die aanzit, die verkaveld is. Dus men moet rekening houden met die partij, houden rekening met elkaar. Dus misschien heeft die ene partij aan die andere partij gezegd, no fasa maar, hè. Dan zien we dat we om de vette brei heen draaien. En dat kan niet. Dat is niks anders dan besluiteloosheid. Toch? En integer bestuur, toch? Behoorlijk bestuur, kan niet gedijen in situatie
onder omstandigheden waar er sprake is van besluiteloosheid.